Museum Stoomgemaal Winschoten hield op zondag 29 september voor de tweede keer een herfstfair. Standhouders en kramen met streekproducten, lifestyleartikelen, sieraden en kleding, omringd door hobbyisten met modelauto's, vaartuigen en oude brandweervoertuigen, probeerden de aandacht van de bezoekers te trekken. Ook draaide voor de laatste keer dit seizoen de oude stoommachine met vijzelgemaal uit 1895 en dat alles vastgelegd door de camera van RTV Blauwe Stad. De laatste zondag in september, de herfstfair bij het Museum Stoomgemaal. Praten met de organisatie, met Adrie en Bianca, als ik het goed heb. Wat moet ik verstaan onder de herfstfair? Nou, het is de afsluiting van het seizoen. Het museum is onder stoom, dus de stoommachine draait. En we hebben op het hele terrein hebben we kraampjes staan waar allerlei dingen worden verkocht. Van alles wat te doen is, er varen bootjes in het water, er zijn oude brandweerauto's te zien. Er gebeurt van alles. Heb ik het goed als het vorig jaar ook al hier georganiseerd werd, Bianca? Klopt, vorig jaar hebben we het voor het eerst georganiseerd. En we hopen er een jaarlijks evenement van te maken. Hoe hebben jullie al die standhouders hier gekregen? Heel veel gemaild. Oproepjes geplaatst, dat we standhouders zochten. En dan houden contacten wat benaderd. En via zijn er ook heel veel gekomen. Ja. Jullie hebben betrokkenheid met het Stoomgemaal of is het toeval dat jullie hier deze fair hebben? Nou, ik ben hier vrijwilliger. Ik geef hier rondleidingen, ben vrijwilligerscoördinator. En ja, eigenlijk wouden we het Stoomgemaal wat meer op de kaart zetten. We hebben nieuwe vrijwilligers nodig, dus daar moest ook iets voor bedacht worden. En toen kwamen we eigenlijk op het idee voor een herfstfair. Om als afsluiting van het seizoen dit te gaan doen. Dus het is eigenlijk een dubbele functie. De naamsbekendheid vergroten en misschien weer nieuwe vrijwilligers werven. Ja, op zo'n fair loop je verschillende mensen tegen het lijf. En eentje die ik eigenlijk verder niet hoef te introduceren, waar velen wel bekend is. Muzikant Johan van der Sluis. Ja. Hoe is Johan? Oh, hoe dan nu? Ja, prima. Zonder muziekattribuut hier? Ja, ik heb hier geen accordeon voor de boos, maar ik wil wel hem kijken. De vrouw en ik aan het alleen maar... Ja, wel pas denk ik, een beetje sfeer hier even, ja, met muziek. Oh, dan dat doet weer. Maar doe je hem nog wel regelmatig voor de boos? Ja, ik ben hem steeds beter. Ja? Ja. Met Breuer Henk of... Ik ben met Breuer Henk bezig en ik doe online dus ook nog wat. En als zangertoetsenist Johan dus. Maar met Breuer niet gewoon bijvoorbeeld met de banden, hè. Dat hebben we veel eerder dan moeten. Met Joen Hits van Douw Destijds Allemaal. Geloof, hoop en liefde, de brandweer. En... Ja, brandweer. Oh, die mooi kende even, de brandweer. Ja. Dat was het ook alweer, de eerste regels? Doris Braam. Hoezo. Doris Braam. Hier is de brandweer, hier is de brandweer. Valt hier nog wat te blussen, is er hier iets aan de hand? Want als de brand wel uit, dan rukt de brandspuit. Onze muziek old you young, zeggen ze altijd, hè? Dat van de breek. Ja. Het tochtje van de stroor, hè? Ja, ook dat nou weer. Hey, schiet even een pro hebben en blijf muziek mooi. Ja. En wie hun wel mooi weer. Ja, denk ik wel. Dank je. Aan de inwendige mens wordt hier uiteraard ook op de herfstfair gedacht. Ik zie hier al mensen met bakjes staan die al heerlijk genieten van, wat zag ik staan, ambachtelijke... Gehaktballen en romige mosterdsoep. Oké, en wie maken dat hier? Dat maken we allemaal zelf, ja. Gerard. En wie zijn jullie? Ik ben namens Gerard Dunning en dit is Sanne Hemmers en samen zijn we dus de zanger. Ja, maar ik zat al even naar jullie outfit te kijken en daar staat dan wel een leuke kreet op, de zanger. En dat kon ik niet helemaal plaatsen, maar dat is niet zo ambachtelijk volgens mij, maar of wel? Het is een mooi Nederlands tegeltje, dus we proberen het overal in door te voeren. Ja. Ja, okay. Ja. Maar jullie staan een beetje op dergelijke bijeenkomsten, op braderieën, op fairs noemen het. Ja? Ja, klopt. Ja. Ja, je kan ons inhuren voor catering, hè, voor een feestje als u 60 wordt of zoveel jaar getrouwd bent. Denk je dat ik eerder 60 word als 50? Nou, 50 zou ik nog kunnen. Nee. En voor de rest op leuke feestjes. Gewoon op fairs, markten. En dan het liefst met gewoon goede Nederlandse producten. Want dat zie je niet zoveel. Ja, want het ambachtelijke, dat spreekt er echt uit bij jullie. Ja, dat klopt. Maar dat is ook datgene wat we proberen door te voeren. Gewoon eigen producten maken en datgene verkopen wat het meest lekker is. Ja, de SOB, ze hebben veel aanspraak hier. Wij wilden graag bij de evenementen in de gemeente Oldambt aanwezig zijn. Als dat mogelijk is. Dus vandaar dat we hier ook vandaag zijn. Nou, ik zie hier inderdaad al wat aanspraken. Wat dat betreft, dit gaat wel goed komen.
Ja hoor, we hebben hier aanspraak genoeg. Mensen die vragen allerlei dingen over auto's en over... Nou, jullie hebben hier al wat materiaal staan en ik kwam laatst bij jullie onderkomen langs, maar die staat volgens mij vol nu. Ja, die staat tijdelijk vol. Dus we hebben al één auto verhuisd naar de Molenberg, naar de nieuwe brandweergarage. We hebben eindelijk een nieuwe voorruit voor de kikker. Maar die moesten we dus kopen, die ruit, met de auto erbij. Dus de ruit eruit en de auto slopen en dan hebben we weer een nieuwe voorruit in de kikker. Dus er wordt een hele optocht zomaar met de oude brandweerwagens? Ja hoor, als wij gevraagd worden, dan komen we met 6 voertuigen naar de optocht toe. Geen probleem. Nou, succes er verder mee. Ja, bedankt. Oké. Goeiedag. Stel je daar nou eens overleggen of ze het wel of niet koopt, maar hier? Nou, wie hebt er neer in over? Ja. Over fietsen hebben we. Over fietsen? Oh, die heb ik hier nog niet zijn. Je door stond wel gehouden, maar die... Je bent ook al fietsen? Ja, wie ben op fietsen? Ja, zeker, natuurlijk. Dus je komt hier uit de buurt? Wie komt uit de buurt, die komt uit Schenen. Wie denkt, we willen hier eens even kijken. Hou dat er hier aan in en voor, maar het is hier mooi. Herfstfeer, wat je denkt wat ze bedoelt? Herfstfeer, wat dat is? Ja, was ze zo'n bloem van weer van boom, ja. Ja, dat is zo. Dus in haar mooie ding weer. Ja, een beetje wat vriendelijker. Ja, hè? Ja. Ik loop hier voorbij en ik zie erop staan van halszaak. Waar bent u mee bezig? Ik ben toevallig nu bezig met een knuffeltje haken. Dus dat heeft niks met halszaak te maken. Dus halszaak, dat is bijzaak? Ja, eigenlijk wel. Oh, ja. En wat is halszaak? Halszaak, dat heb ik bedacht naar aanleiding van de kettingen en zo die ik maak. Eigen gemaakt allemaal, wat bij u hier in de kraam heeft? Dat is allemaal eigen gemaakt, ja. Ambacht, bedrijvigheid en hobby, dat waren de ingrediënten voor de herfstfair. En wij zien wat leuke bootjes hier ook varen en jij loopt hier met een kastje. Ja. Daar heb je vast iets mee te maken. Ja, even besturing van de boot. Dat is de zender. En welke is van jou? We zien er hier 3 volgens mij nu op het moment even varen. Ja, die kleine, die kleinste van de 3 is van mij nou. En wat heb je voor boot? Hoe moet ik dat zien? Een havensleper. Die worden gebruikt in havens om grote zeeslepen te begeleiden. Oké. Okay. Maar hier mag hij wat vrij ronddobberen, want haven, zeeschepen zijn er hier niet? Nee, niet echt. Ja, die A802, die marineschip nog. Oké. Okay. Ben je een club aangesloten of hoe gaat dat? Ik ben gewoon bij een club aangesloten. Modelbouwvereniging Vaargroep Groningen. En mijn vader... Daar zijn jullie vandaag hiervoor bij de herfstfair? Ja. Zijn we voor gevraagd en vonden we wel leuk. Het is jouw eigen boot? Ja, mijn eigen boot. En zelf gebouwd ook, of is het een bestaande exemplaar? Het is gewoon een bouwpakketje van Robben. En mijn vader heeft het voor me in elkaar gezet. Hmm. En ik vaar er zelf mee. Ja, ja. Nou, als je dan bij het stoomgemaal bent, dan moet je natuurlijk ook even kijken hoe het museumstuk erbij staat. En volgens mij... Wat er druk gewerkt momenteel om hem draaiende te houden, of niet? Ja, zeker. We zijn volop in bedrijf. Ja, hè? Hij staat echt goed onder stoom op het moment. Hij staat nu al bijna 8 bar. Dus 8 atmosfeer. En dat betekent? Nou, dat we volop onder druk staan, ja. Dat we de machine kunnen laten draaien. Ja. En dit is het ketelhuis gebeuren. Ik zie hier wat dingen naar binnen gegooid worden. Dit is de stookruimte, ja. En aan die kant heb je de machinistenruimte. Dus u moet zorgen dat er voldoende brandstof in gaat? Dat de machinist aan het werk blijft. Daar moet ik voor zorgen. Ja, oké. Okay, ja. Als we dit nou een beetje kunnen onderhouden hè, en met elkaar doen, dan je hoort er vaak genoeg. Zonder vrijwilligers dan... Kom je er niet? Nee, nee. Dan komen we er niet. Nee. Jullie draaien ook met vrijwilligers allemaal, als het ware? Alleen maar vrijwilligers. Ja. Ja. Nou, ze kijken mee, ze luisteren mee, dus wie weet wat er nog weer uit voortvloeit. Succes nog vandaag. Ja, veel mensen die je ziet, die vragen allerlei lui uitleg van hoe dat hier allemaal werkt. Maar iemand die dat niet nodig heeft, dat is Treinie van der Laan. Dat klopt. Ja, want teruggaan in de tijd. De eerste voetstapjes hier gezet, geloof ik. Ja, ik ben hier geboren zelfs. Dus vanaf baby tot aan mijn huwelijk ben ik hier, heb ik hier gewoond. Ja, dat klopt. Dus de uitleg die de mannen hier nu geven, die kan ook door de vrouw gegeven worden? Bijna wel, maar de echte techneuten, daar moet je toch echt de mannen voor hebben, hoor. Maar zoals het er nu bij staat, zo stond het er ook in jullie tijd bij? Nou, het is natuurlijk ontzettend gerestaureerd. En op een gegeven moment was het een bouwval. En heeft men dus met een groepje mensen bedacht, we moeten er een stichting van maken. Om het te behouden voor het nageslacht. En daarna is het dus opgeknapt, geverfd en goed onderhouden. Ja. Jullie wonen hier niet meer, de familie is hier niet meer op deze plek, maar
Je hebt toch nog wel iets met de plek, begrijp ik. Ja, ik woon zelf in Beerta, dus ik kom elke dag er wel langs. Dus op zich is dat natuurlijk wel heel fijn. Ja. Ja. En dat het nog allemaal zo in stand gehouden wordt natuurlijk. Ja, zeker. Zeker. Je kunt natuurlijk niet alles bewaren qua oudheden voor je kinderen en voor je kleinkinderen. Maar goed, dit geldt voor mij als iets heel waardevols. En niet alleen ik ben hier geboren, maar mijn vader is hier geboren. En mijn grootvader is hier geboren. Dus op een gegeven moment was mijn vader de derde generatie van de Laan die hier als molenaar aan het werk was. En mijn overgrootvader was dan molenaar op een watermolen, een windwatermolen. En in 1895 is er een stoommachine gekomen en daarna in 1949 nog een elektromotor. Dus op een gegeven moment waren er de twee soorten energie hier. Ja, ja. En in die zin is dat heel leuk om te bewaren. Ja. 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 Moet in stand blijven, zonder meer. Vind ik wel, ja. 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 Is het alleen maar om de familie van der Laan? Bij wijze van spreken wel, ja. Oké, dank u wel.